Op de Zuiddag, die op 22 oktober plaatsvond, gingen 15.000 scholieren voor één dag aan het werk bij een bedrijf of organisatie. Student Reinhard was voor één dag een mediaraaf. Hij ging op reportage bij Volvo, waar ook andere studenten die dag de handen uit de mouwen staken. Zuiddag is eigenlijk één dag in oktober dat 16.000 jongeren uit Vlaanderen en Brussel een dag niet naar school gaan, maar ze gaan werken voor een jongerenproject in het zuiden. Gilles de Schrijver is acteur, schrijver en producent. We kennen hem vooral van zijn rollen in Hasta la Vista, Code 37 en Tom en Harry. Deze maand vertoefde hij vaak in de Kinepolis in Gent. Dat had alles te maken met de jongerenjury van Filmfestival Gent, waar hij de gesprekken in goede banen leidde. Dat houdt in dat ik een beetje de moderator ben van de gesprekken die de Explorer Zone jury heeft. En dat is een parcours van 12 films die allemaal gestoeld zijn op jongeren. Het is te zeggen, de thematiek van de film is lichtelijk coming of age, ontluikende seksualiteit, dat soort thema's. Jeugd en muziek bestaat 75 jaar en dat werd gevierd in de Brusselse Bazaar. Honderden kinderen en jongeren vierden mee. Ze konden er genieten van verschillende workshops, animatie en voorstellingen. En vind je het leuk vandaag? Ja. Wat heb je allemaal gedaan? De drums en de blaasinstrumenten. En wat was het leukste? De drums. Waarom? Omdat je mag zo hard slaan als je wilt. Boom, bam, bing. Op 23 oktober was het de dag van de jeugdbeweging. Een hoogdag voor alle jongeren met een uniform. Dit jaar stond de dag van de jeugdbeweging in het teken van zingen. Want zingen schept een band, creëert sfeer en nodigt uit tot experimenteren. Zingt werd dit jaar georganiseerd door Chiro Jeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD, het Jeugdrode Kruis, JNM, KLJ, KSA en de Scouts. Ja, dat is eigenlijk soms wel een emotionele dag. Ja. Voor mij doe ik 1 november nog niet zoveel, want ik heb in mijn familie nog niemand verloren. Dus is er ook nog niemand waar ik echt moet terugdenken. Ja, ik ga niet echt naar een begraafplaats of zo. Dus ja, voor mij is dat meer Halloween. Het is wel een speciale dag, maar nu niet om te zeggen van... Allee, ja. Ja, we hebben verlof. En dat is dan altijd leuk. Het is niet, ja, de mensen die begraafd zijn ken ik ook niet zo. Dat is zo oudere familie. Allee, ja. En wat is voor jullie de droombegraafplaats? Bij een pizza winkel of zo, ja. Dan, ja. Of ergens op de Bahamas, ja, dat zou wel tof zijn, ja.